De directeur Algemeen Vormend Onderwijs, Sherida Salman-Berggraaf, zegt dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur structureel het probleem voor de voortgang van het onderwijsproces in het binnenland wil aanpakken. Het ministerie is hiervoor in constante overleg met de diverse actoren. De vraag die wordt opgeworpen is als het onderwijs in de kustvlakte gelijktijdig moet blijven lopen met dat van het binnenland. Moeten de onderwijsperiode van het binnenland gelijk lopen met de stad nog? Terwijl we weten dat we haast elk jaar een onderbreking gaan hebben in het binnenland. Dat denk ik dat het nu tijd geworden is dat we dat karakter gaan werken vanuit het karakter van het binnenland. En een onderwijs misschien een andere periode aanbieden. Alleen maar dat we ook in het binnenland vlot kunnen doorwerken. Zonder dat we komen aan de kwaliteit van het onderwijs en waarbij de onderwijsdoelen wel gehaald worden. Maar dan ga je niet proberen een inhaalslag te plegen en dan is de leraar klaar met de leerstof, maar de leerling is niet klaar, heeft het niet echt goed begrepen. We gaan daarvoor niet. In februari gingen alle scholen in het binnenland op slot door de enorme wateroverlast. De scholen moeten op dinsdag 3 mei hun deuren openen, maar Salman Berggraaf geeft aan dat niet alle scholen zullen worden opgestart. Alhoewel bij sommige scholen het water al is weggetrokken, zijn de wegen naar de scholen onbegaanbaar. Salman Berggraaf geeft aan dat scholen die niet te bereiken zijn, niet zullen worden opgestart. Het gaat er bij het ministerie vooral om de veiligheid van onze kinderen, hun ouders en van de leerkrachten. En als niet alles in place is om ze kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden, gaan we het niet doen. We gaan niet opstarten. Oké. Er was ook gesproken over volgen van onderwijs op afstand. Is dat gelukt? Dat is niet gelukt. Het is niet gelukt. Omdat het internetbereik was minder goed. En ook onze optie om te werken met lespakketten is niet gelukt vanwege steeds het niveau van het water. Het was niet veilig genoeg om mensen naar de gebieden toe te sturen om dat stuk in orde te maken. En het gros van de leerkrachten was ook naar de stad gekomen. Dus het zou moeilijk te organiseren zijn om dan te gaan werken met die lespakketten. Salman Berggraaf zegt dat nog het NCCR, nog het plaatselijk gezag kan aangeven wanneer de situatie in het binnenland kan worden genormeerd.